zie nu echt wel de beweging dat we teruggaan naar het merkverhaal. En naar wat er, ja, wat echt het in het hart en het DNA van het merk zit. Wij marketeers hebben wel de neiging om te denken van, nou, dat heb ik nu al voor het derde jaar verteld. Nu ga ik eens even een andere campagne verzinnen. En dat moet je eigenlijk niet doen. Mensen vinden het vaak ook heel leuk om het te combineren. Hè? Dus iets goedkoops van Zeeman met iets duurs. En dan laten zien dat je je niet gek laat maken. Ik ben Caroline van Turenhout, directeur marketing en e-commerce bij Zeeman. En ik ben te gast bij de Dallas Confessions.